Dit is het Oostervoortse Diep, vlakbij Rode. Je kent het wel. Een gewone Drentse beek, mooie oevertjes, stromend water. Dat denk je. Maar wat je ziet is een speciaal aangelegde vistrap, gemaakt om de vissen onder water een handje te helpen. Ja, normaal gesproken gebruiken we deze camera eigenlijk om dieren op de zeebodem te onderzoeken. Maar vandaag zijn we hem aan het uitproberen in een vistrap om te kijken of we de vis die langskomen zwemmen op de camera krijgen. Sietse Bouma en Wouter Lenkeek onderzoeken welke vissen er in de beek zitten. Maar ook of de vissen wel in deze mooie Drentse beek kunnen komen. Vismigratie noemen ze dat. Mooi. Hiervoor gebruiken ze een speciale afstandbestuurbare camera. Nou, hebben we meteen resultaat. Maar het is nog even spannend of het werkt. Laat mij eens kijken. Er moeten vissen zitten die van stromend water houden. Belangrijk onderzoek en natuurlijk ook een goede smoes om even onder water te kijken. Zo jongens, nog wat te zien? De migratie van vissen naar Drenthe gebeurt veelal vanuit de Noordzee naar de Waddenzee. En dan zwemmen ze hele einden richting Drenthe, richting de beekjes, om zich daar voor te planten of op te groeien. En ja, dat is een hele mooie reis die onder water plaatsvindt. Een beetje vergelijkbaar met trekvogels eigenlijk. Alleen dan onder water. Er zitten allemaal jonge vis zit nu voor de camera. Zit daar een beetje half op de bodem, een beetje te zwemmen. Ja, nou schoten ze weg. Vroeger kronkelde dit ook, was het ondiep. Stroomde het ook. Dat hebben we ooit gekanaliseerd, zoals dat heet. Dus recht getrokken, het is breed gemaakt, het is diep geworden. En je ziet het ook, het stroomt niet meer. Nou, dat hebben we hersteld en dat zien we daar. Dat is het begin van de herstelde situatie. Daar meandert het weer, het kronkelt weer. En je ziet dus ook, daar groeien planten. Het is ondiep geworden. Je ziet het zand op de bodem liggen en je ziet de visjes zwemmen. Dus dat is een totaal andere omgeving eigenlijk, als dat gekanaliseerde deel. Ja, nou dan kom ik even kijken natuurlijk. Met zoveel moeite is het voor Jeroen spannend om te weten of het echt werkt. Het lijkt op riviergrondeltjes en modderkruipertjes, maar moeten we nog even beter bekijken. In heel Nederland, dus ook in het noorden, hebben vissen problemen. Je ziet het zo niet, maar ze hebben het zwaar. Vissen kunnen niet komen waar ze thuis horen. En daar wordt nu eindelijk wat aan gedaan. Niet alleen in Drenthe, maar ook in Groningen, vlak bij de Duitse grens. Hier ligt een stuw die te hoog is. Vissen kunnen er niet langs. Om dat toch voor elkaar te krijgen is wat mensenwerk nodig. Beroepsvissers, vader en zoon Epco en Epco Westerhuis doen onderzoek. Die man nog niet anders dacht ook weer. Ja hoor, fuck. Dat valt mij tegen, hè? Ja. Hij loopt mooi grote paling in. Wat je behoorlijk vis in, heb ik ook. Kleine snoekbrazen, grote brazens, een paar palingen. Zet er nog meer in. Kijk wat een kuit zit eraan van die brazen. Ja. Ja, de schoortijd komt er nou aan, hè. In Drenthe zijn Jeroen, Sietse en Wouter nog steeds op zoek naar stromend watervisjes. Ja, zo ietsje dichter bij de oever nog, denk ik. Draai me ietsje bij richting die overhang, want het is een beetje troebel. De vissen zijn er wel, maar waar? Sietse is nog niet tevreden. Kan je wat planten vinden of niet? Daar zit vis. Sprongen hier net wat vis uit het water? Het Groningse Westerwolde bestaat vooral uit landbouw. De mooie beeknatuur die je ziet, stromend water, waterplanten, vogels, waterlelies, het is gewoon aangelegd. Met mensenhanden is ook hier een vistrap gemaakt. De vissen, voordat ze hier aankomen, hebben al een hele lange reis gemaakt vanaf de Eems, door de Dollard, via de sluizen van Nieuw-Statenzijl zijn ze naar binnen gekomen, vervolgens de Westerwoldse A opgezwommen en uiteindelijk komen ze in de Ruiten A terecht. Wat de vissen dan tegenkomen, zijn stuwen. Zoals dit. En daar hebben ze problemen mee om langs te komen. Iedereen kent natuurlijk de beelden wel van grote zalmen die zo over een stuw springen. Maar hier in Westerwolde hebben we wat kleinere vissen. Een paling kan er niet overheen springen, maar een winde of een serpeling kan er ook niet overheen springen. En om nou toch te zorgen dat die vissen er langs kunnen komen, hebben we om deze stuw heen een vistrap gelegd. En die loopt helemaal mooi in een boog, in kleine stapjes, gaat die om de stuw, zodat de vissen eromheen kunnen zwemmen. Traplopen als het ware.
snoekbaars, kleine snoekbaars, voeders. Van alvers. Ze van alles waren in dat. En brazen. En blankvoren. Daarsje. Een snoekbaarsje. Kijk, mooie paling. Epco, komt deze uit zee? Die komt 100% zeker uit zee. Van ze, als je gewoon een kleine glas haalt, trek je gewoon vanaf de zee, trek je zo naar binnen toe. En die worden hier in het binnenwater worden te groot. En als ze weer geslachtrijp zijn, hè, dan zijn de zogenaamde schieraal. En dan trekken ze weer van het binnenwater, trekken ze weer terug naar de zee toe. En ik had er niet zo hoge verwachting van, maar in ieder geval alles wat er nu in zit, dat valt me 100% mee. Wat er allemaal door zo'n vispassage naar heen gaat. Dus wat dat betreft is het wel een groot succes om zo'n vispassage om zo'n stuurtje heen te maken. Blankvoorn, 22. Elke week worden de vissen geteld om te weten of de vistrap werkt. Brazem, 41. Is ook heel vol met allemaal van die mooie paaiuitslag. Deze net zo. Ja, deze is ook helemaal mooi ruw. Brazem, 41. Brazem, 43. Alver, 10. Blankvoorn, 17. Koolblij, 11. Blijf zo maar doorgaan, hè. Terug in Rode zijn de vissen nog steeds niet gevonden. Soms zitten ze onder de stenen en daar zit de vistrap vol mee. Blijven zoeken dus. Er zijn nog best veel beken in Drenthe die voor trekvissen niet toegankelijk zijn. Dus er moeten nog de nodige vispassages worden aangelegd. Ja, door slim werk, door slim te werken of werk met werk te maken, zoals ze dat allemaal zo mooi zeggen. Kun je vaak heel goedkoop heel veel doen. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Is het gelukt? Dat is een hele goeie, ja. Ja? Die werkt er goed mooi. Mooi. En niet precies wat het is. Het is wat groter dan die andere net. Maar... Ja, ik denk dat een riviergrondel is. Toch een wat grotere riviergrondel. Ja, mooi hoor. Mooi op beeld, zeg. Super. Werkt goed bij, hè? Ja, hartstikke mooi, man. Ja, zeker. Ja, top. Nou, riviergrondel hoort bij stromend water. Dus dat klopt helemaal. Klopt. Die vis die hoort hier in het stromende water.